Het was alweer een mediastorm op Bart De Wever vandaag, die in Brussel samenkwam uit het partijbestuur van de N-VA en door dat bestuur onthaald werd op applaus. Maar grote verklaringen volgden er niet. De Wever hield enkel een kort statement voor hij naar het paleis trok om er op audiëntie te gaan bij koning Filip. We hadden nooit gedacht dat we zo'n eclatante overwinning konden boeken en dat is toch gebeurd. We beseffen tegelijk dat er nu heel behoedzaam en bewust zal moeten worden gehandeld, want de toestand is complex. En dat betekent dat de gesprekken die wij de komende dagen zullen voeren, dat we die uiteraard gaan voeren met potentiële partners en niet via de media, maar ook niet met de media. Niemand van de N-VA-kopstukken nam verder het woord. De Wever beklemtoonde alleen dat hij nu snel werk wil maken van een Vlaamse regering. Als grootste partij mogen wij het initiatief nemen om de Vlaamse regering te vormen. Ik zeg u dat ik dat initiatief ook zal nemen en dat ik dat ook vandaag al mee zal starten, de nodige contacten te leggen, om hopelijk morgen al de eerste vergaderingen te hebben ten einde de Vlaamse regeringsvorming zo snel mogelijk tot werkelijkheid te maken. Over hoe het nu verder moet met Antwerpen werd na de partijraad met geen woord gerept.